Goedenavond allemaal. Welkom bij de live van de vrijdag. Met een nieuwe uitzending. Met de Summer Journal Kit van Elisabeth Craft Design. Daar zijn deze week al twee lives mee geweest. Van Rihanna en van Jeanette. En ik ben de derde die jullie ook nog een uitzending mag geven. En we gaan alle drie gingen aan de slag met deze kit. Om jullie drie verschillende ideeën te geven wat je kan doen met deze kit. Dus vanavond is het mijn taak om nog een ideetje te laten zien. Ik zorg even dat alles goed in beeld is. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Het is lang geleden dat ik er was. Nou is het beeld beter. Goedenavond. Nou, we blijven een beetje in de Elisabeth Craft Design straat, zoals ik gisteren ook nog was. Maar deze keer ga ik dus met de Summer Kit. En die is alleen deze week in de aanbieding voor €29,95. En deze week in aanbieding. En daarvoor geldt op is op. Dus wil je deze nog super graag? Dan zou ik hem zeker bestellen. Even kijken. Ik zie al een vraagje. Past die in de nieuwe vierkante Travelers Note van ECD? Nou, ga ik hem klaarleggen, ga ik dat zo meteen laten zien. Of die daarin past of niet. Goedenavond. Nou, super gezellig dat jullie er alweer zijn. Ik ben er ook weer. Nou, wat ik vanavond ga doen is een boekje maken. Toch weer op een andere manier. Rihanna is begonnen met labels maken met deze lijn. Jeanette heeft er een albumpje bij gemaakt. En ik ga een boekje maken. En dan zijn er natuurlijk nog heel veel manieren hoe je hiermee kan werken. En in verschillende, de vraag in verschillende planners. Op kaarten. Maar dat mogen jullie dan allemaal zelf gaan proberen. Wij geven nu deze ideeën. En daarna is het aan jullie om nog meer ideeën te gaan ontdekken. Ik breng het even een slokje. Oh, ik zie dat ik nog op tijd ben. Ik was een beetje vroeg volgens mij. Maar het is zeker een hele leuke man. En je kunt er ook best wel veel mee doen. En lekker in de zomer. Er gaat mooi weer tegemoet. Dus dan is het ook heel leuk om op kaarten te verwerken. Maar ook in een album of mijn moeder heeft volgens mij gisteren Petra Gerdink een foto geplaatst. Dat ze het, heeft ze met ijslollystokjes gewerkt. Dat had ze van Tietz gezien. En daar heeft zij het ook op verwerkt. Dus je kunt het op heel veel manieren verwerken. Nou, de kit, die hebben jullie alvast al een paar keer gezien. Wat er allemaal in zit. Ik heb hem hier nog even liggen. Dit is mijn voorbeeldje van bij mijn stands in. Dus dan weet ik welke standjes erin zitten. Dus twee pockets en wat leuke zeewier en blaadjes en slippers en alles. Nou, hier nog wat leuke dingetjes op. En dan zit deze en die kun je straks dus gaan gebruiken als pagina of als pocket of... Nee, daar kom ik zo meteen op terug. Maar dit is een beetje wat erin zit. Naast dat er nog een setje met mask stencils in zit. Die komen zo meteen ook nog te pas. En een vel met knipplaatjes. Nou, dat is wat zo meteen allemaal, bijna allemaal voorbij komt. Ja, ik denk dat ik maar ga beginnen. Even kijken. En ik kom zo meteen terug op de vraag of het hierin past. Dan ga ik eerst even mijn de rest laten zien. En dan komen we daarop terug. Even kijken, want er springt wat voor mijn beeld. Hè. Een pop-upje. Ja, top. Nou, ik kan jullie ook allemaal meelezen. Die leg ik aan de kant, maar die leg ik niet helemaal weg.
Ik heb het Craftex erbij gepakt. Craftex is eigenlijk een rol met Craftex. En die kun je heel leuk gaan bewerken met allerlei producten. En dit is ook uitwasbaar. Afhankelijk van met wat voor een product je erop gaat werken. Ga je er bijvoorbeeld met een de stressoxide op werken. Die reageert op water. Nou, ga je hem dus wassen, zal dit ook gaan reageren daarop. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet gaan houden. Maar je kunt hier dus allerlei dingen van maken. Wil je een leuke... bijvoorbeeld een mini tasje maken of iets. Ik noem maar wat. Of wat nog meer. Je kunt er eigenlijk van alles van maken. Maar afhankelijk van met welk product jij erop gaat werken, kun je hem wassen of niet. Nou, en dan heb je Craftex. En die hebben in verschillende kleuren. En die heb ik wel bij de materiaallijst staan. Dit kun je ook gebruiken als een soort boekbindeslinnen voor in albums. Dat je hier je chipboard op gaat plakken van je onderdelen. En dan maak je hem ook stevig. Je kunt er ook in naaien met een naaimachine. En wassen. En, nou ja. Je kunt hier mixed media dingen op gebruiken. Dus eigenlijk heel veel dingen. Eigenlijk is dat wel heel leuk om te gebruiken. Even kijken. Is dat een soort kunstleer? Nee, het is niet echt een kunstleer. Dat is weer, dat hebben we ook in de winkel, een soort leer. Maar dat is dit niet. Dit is echt meer een soort... Beetje boekbindeslinnenachtig dan. Ja, een soort papier. Ja. Ja, en die heb ik dus nu in het wit. Kun je dus helemaal leuk gaan leuk maken. Dat doe ik zo meteen. Maar ik had ook deze nog. En dat is Fauxx Letter Paper. Dus hier staat het allemaal op paper. En dat is deze. En dat is kraft met gouden stipjes erop. Kijk dan hoe leuk. Het is echt... heel leuk. Te leuk. Dus daarmee ga ik aan de slag. Die gaan aan de kant. Dat heb ik al een beetje voorbereid. Want ik ben uitgegaan van de stans die in deze kit zit. Even mijn spulletjes zo. Ik ben uitgegaan van deze mal. Dat dit eigenlijk mijn basispagina's worden voor in mijn boekje. En die ben ik gaan opmeten. Die heb ik opgemeten. En daar kwam ik uit op 20 bij 11. Ik heb aan alle kanten heb ik 1 centimeter laten uitsteken. Voor de kaft van mijn boekje. En dan krijg je dit. Zonder gaatjes, ja. Dat hebben jullie nog niet gezien. En deze heb ik gewoon gesneden met de snijmachine. Gaat prima. Gewoon door de snijmachine. Mooi recht. Die heb ik dus precies op de helft gevouwen. En daar ben ik 3 gaatjes in gaan maken. En heb ik eigenlijk deze in het midden gedaan. En deze op 1,5 centimeter van de buitenkant. Deze gaatjes heb ik nodig om straks elastiek doorheen te binden voor de pagina's. Maar dit is wit. Heel leuk. Hey Els, leuk dat je er ook even bent. Ben niet van goud. Oh ja, maar Juliette, het goud... Ja, er zijn ook gewoon even kleuren zoals dit wit. En dat is in stone, zwart, kraft. Dat eigenlijk. En volgens mij hebben we van het Fauxx Letter Paper ook nog meer kleuren. Maar dat durf ik even niet uit mijn hoofd te zeggen. Ik meende iets van groenig iets. Maar durf ik even niet helemaal uit mijn hoofd te zeggen. Maar dat staat wel bij Craftex op. Heel leuk wit, maar ik vind, ik ben wel van wat kleur en ik ga het zeker bewerken. ik heb een proefstukje gemaakt en het is natuurlijk niet de ideale combi nog, hè.
Maar ik was een beetje al aan de zomertinten aan het denken. Dus ik heb hem met oxide op kleur gebracht hier. En met de embossing glaze erop gedaan. Het kan dus tegen warmte. Want ja, je kunt hem ook wassen in de wasmachine. Dus moet hij ook wel tegen warmte kunnen. Alleen blijf je niet te lang op één plek natuurlijk. Dit is niet van het veet hoor. Dit heb ik bruin gemaakt met inkt. En deze kant, je ziet er wat, echt een proefstukje. Ben ik gaan stempelen met de Distress Archival inkt. En hier ook weer met embossing glaze. En dan met Distress ink eroverheen. Dus je ziet echt wel het verschil tussen Distress ink en de oxide. Ja, dus daar ga ik denk ik mijn buitenkant maar eens mooi mee versieren. En dan ga ik beginnen met... Ik denk dat ik aan de buitenkant... embossing glaze ga doen. Even kijken. En daarvoor ga ik een mask stencil gebruiken uit die set. En dat zijn echt zulke leuke mask stencils. Ik vind deze altijd erg leuk. Maar dat is een beetje zo'n keuzestress, hè. En deze is volgens mij heeft ze net al hier al meerdere van laten zien. En Rihanna ook al wel. Dus ik ga zelfs niet allemaal nog weer een keer een beeld laten zien. Ik denk dat ik er hier wat van op ga maken. En daarvoor pak ik Versamark erbij. Want als ik embossing glaze ga doen, heb ik een ja, deze is een stempel inkt wat plakkerig is. Wat mijn embossing glaze vasthoudt. En ik heb de kleurtjes Fossilized Amber en Solvent Patina van de nieuwste kleur gepakt. Wel echt lekkere zomerse kleurtjes. Welke het zo gaat worden, weet ik nog niet helemaal. Maar daar komen we zo vanzelf achter. Ik pak vast even een printerpapiertje erbij. Nou, ik heb hier gewoon een blending tooltje. En die heb ik apart voor de Versamark inkt. Omdat het natuurlijk plakkerig is en daarmee zou ik niet per se in de inkt weer gaan. Dus ik leg deze eroverheen. En we gaan gewoon aan één kant beginnen. Ik had even een nieuw pad gekocht, want de andere was echt niet meer aantoonbaar, zo vies. En dan druk je eigenlijk die Versamark gewoon door je mask heen. Je kunt hem heel goed ook vastleggen met zo'n magnetische mat en zo. Maar iets met eigenwijs en vergeten en zo. Goeie avond voor wie binnenkomt stromen. Nou, ik kan het niet, eigenlijk niet heel erg goed in beeld laten zien. Maar het zit erop. En dat zullen jullie zo gaan zien als ik daar de glaze overheen strooi. Nu zie je al heel mooi die glaze. Pak ik even nog een kwastje erbij. En dan kan ik even dit hier wegvegen. Tik ik even op de achterkant, want dan wilde ook al best wel veel afgaan. En op zich hoeft het voor mij niet helemaal netjes. Goedenavond, welkom bij deze live. Ik ben al een klein beetje begonnen. Zoals altijd heb ik weer heel veel bedacht. En is het altijd de vraag of ik het allemaal afkrijg. Maar we hebben gewoon weer een gezellig avondje. Nou, die ga ik even verhitten. Pak ik even die erbij. En dan laat ik hem eventjes warm worden. En het is echt een beste herrie. En dan ga ik het laten versmelten. En dat duurt altijd eventjes. Maar als het eenmaal begint, dan ga je ook gewoon meteen door naar de volgende plek.
Want dan gaat het eigenlijk best wel snel. En wat er bij de embossing glaze is, is dat je nu echt die mooie blauwe kleur krijgt, omdat je de wit onder hebt. Omdat het dus een witte, het is een transparante embossing glaze. Dus het brengt een glanslaagje over je project heen. Heb je nu wit als onderkleur, dan ga je, is wit de doorschijnende kleur. Doe je bijvoorbeeld geel eronder. Kijk, zoals ik volgens mij heb dat hier eerst geel gedaan. Dan ga je die gele kleur meer er doorheen zien. Dus dat is iets waar je zelf voor kan kiezen. En wil je die blauwe kleur nu nog meer blauw hebben, dan zou je natuurlijk ook eerst de distressoxide hieronder kunnen doen, dezelfde kleur. En dan er met die glaze overheen. En dan krijg je hem dus nog wel wat intenser, die kleur. Nou, dan leg ik hem weer iets erop. Ja, op zwart is het ook zeker heel gaaf, ja. En dat is echt, de kleur van je ondergrond is bepalend hoe de glaze uitpakt. En zo kun je natuurlijk van heel veel dingen een eigen boekje gaan maken. Heb je bijvoorbeeld andere stansen, bijvoorbeeld Traveler's Notebook. Daar kun je ook die stans opmeten. En ook zeggen, joh, ik doe aan alle kanten 1 centimeter erbij. En dan heb je een eigen boekje die je kunt maken. En dan, natuurlijk zijn die boekjes super gaaf. Maar als je echt bent van zelf boekjes maken, dan is dit ook super leuk om te doen. Hehe, het valt mooi dat gaatje heen. Kijk, dan zit hier een klein beetje aan. En ik zei net dat het maakt me eigenlijk niet heel veel uit dat het niet helemaal precies is. Maar te veel is ook niet echt de bedoeling. En zo kun je dus je hele buitenkant gaan opbouwen. En ik zou dit wel echt eerst doen voordat jij je elastiek er ook in gaat maken. En voordat jij pagina's erin gaat doen. Want daarna krijg je het niet echt meer zo goed erop. Oh, Monique, je moet ze echt gebruiken hoor. Ze zijn echt super leuk. En dit vind ik al gewoon leuk. Alleen al dat het alleen die blauwe kleuren op zit. Er hoeft er nog niet eens echt een andere kleur bij. Nou, dat zat ook even een lawaai, maar zo meteen heb ik hem denk ik niet meer nodig voor je toe. Nog één keer denk ik. Nou, misschien nog wel 2 keer. Oh, maar geeft niks als je wat later bent. Je kunt hem altijd nog terugkijken op ons YouTube kanaal. En anders later op Facebook even weer terugkijken.
En zo kun je eigenlijk een beetje, ja, puzzelen hoe jij je buitenkant van het boekje wilt. En ik had het helemaal voor kunnen bereiden, maar nou ja, het is toch iets wat er wel een beetje bij hoort. Goedenavond, voor wie nog lekker binnenkomt stromen, welkom. En als je aan de achterkant gewoon even wat aftikt, valt er ook altijd best nog wel zo weer wat af. Vooral van die stukken waar gewoon niks, geen inkt zit. Maar je kunt ook heel makkelijk waar je inkt hebt gedaan en waar nog de poeder op zit, kun je heel makkelijk te afvegen. Dus als je denkt, nou ik wil het niet zo strak en mocht wel op een paar plekjes wat minder, nou, dan veeg je daar gewoon een beetje weg met een kwastje. En zo vind ik dat dus heerlijk om bezig te zijn. En je kunt denk ik al wel een beetje zien dat dit een beetje lijkt op het formaat van de vierkante Travelers Note. Van de Picture It Collection. Ik weet eigenlijk niet eens of dat precies dezelfde maat is hoor. Maar ik vind deze vorm ook zo leuk van dat mask stencil. Dat ik wat wil. Hier tussen nog een beetje. En er zit eigenlijk nog wel genoeg aan mijn pet dat ik dat zo kan doen. En dan ga ik hem hier ook meteen doen. Dan kan ik het zo meteen het laatste stuk in één keer verhitten. Hier en hier. Ik kan het maalstensel aan de kant. De boekjesformaat van Picture It is 12 bij 11. Oh ja, nou dan zou dit er dus in kunnen. Want dit was 20 bij 11. En nou ja, als die open is, dan past dat daar gewoon in. Oh, dat is vervelend dat die steeds stilstaat. Ik heb het eigenlijk bij mijzelf nog niet gezien dat hij stil stond. Maar ja, misschien hebben jullie dan ook nu wel een beetje geluk gehad. Want het was toch alleen maar gezoom van mijn heat-tool. Dan mis je dat weer. Heb je dat mooi gemist? Heb je daar ook geen last van? Zo, nou kan deze nu aan de kant. Hoppatee. En nog even hitten. Ja, knap hè. In één keer is de glaze gesmolten. Oh. Vergeet om een beetje weg te poetsen nog. Ik denk dat ik kan toveren dat in één keer de glaze gesmolten was. Hebben jullie gisteren ook een beetje een leuke dag gehad met alle lives? Of moet je er misschien nog wat terugkijken of wil je er nog wat terugkijken? Dat kan natuurlijk ook. Gesmolten en al. Voor zekerheid even. Met die eroverheen. Met alles weg is wat er afwacht. Kijk, en dan heb ik zo'n hele handige
kwast voor. Het is een hele zachte kwast. En daarmee kun je al dat poeder heel makkelijk zo wegvegen. Ideaal. Nu wilde ik daar graag nog met oxide overheen. En dan denk ik dat ik wel met de gele oxide eroverheen ga. Gewoon puur voor de kleur. Was leuk. Nou, super. Fijn dat jullie het leuk vonden. Het was ook zeker, ik vond het ook leuk om te doen. Zo. Ja, ik zag ook dat je met mijn live bezig was gegaan, Sylvia. Superleuk. Hebben jullie weer een hoop inspiratie gehad om weer verder te kunnen met dingen proberen of doen? Even deze al wel een beetje schoonmaken. Anders zit dat zo onder, blijft dat zo onder de plak. Dus, oxide. Daar pak ik even een brush voor. Was gezellig. Nou, top. En dan ga ik gewoon over het blauwe heen. Met een blush en met de Distress Oxide Fossilized Amber ga ik over mijn ondergrond heen. En dit kun je natuurlijk doen met elke kleur die je wilt. Ik vind die nieuwe blauwe kleur dus echt helemaal geweldig. En om het een beetje zomers te houden, dan een beetje geel erbij. Nou, wat wil je nog meer? Heb vanmorgen de kit ontvangen, dus zit goed op te letten. Ah, heel goed. Je kunt er heel veel mee doen met die kit. Het is echt een hele leuke kit. Nou. Hier nog een beetje. Kijk, je kunt het echt opbouwen in laagjes, hè, die oxide. Dus als je nog op een paar plekken nog een keer overheen gaat, wordt het gewoon weer wat donkerder. Nou, top. Waarom doe je dit niet andersom? Ik doe dit niet andersom, omdat ik de blauwe kleur echt blauw wil laten zijn. De embossing glaze is transparante embossing poeder met een blauwe gloed eroverheen. En doe ik eerst de gele onderop, dan zie je die gele kleur door het blauwe heen. Doe ik het nu, dan zie je blijven die, meer die blauwe kleur, omdat er wit onder zit, zien. Dat is eigenlijk het verhaal. Achter. Nou, die brushes kun je heel makkelijk schoonmaken met een stukje keukenpapier. En dan veeg je hem mooi schoon, maar dat doe ik lekker later. Anders dan is dat ook zo saai voor jullie. Ja, dan is zo'n actie helemaal leuk als je erover zat te twijfelen. Nou, wat ik dan zelf nog wel leuk vind, en dit is echt een super oude pons. Maar tegenwoordig heb je van Vaas ook van die afrondponsen. Dus om even die hoekjes rond te maken. Het is echt een oude pons. Maakt ook best geluid, maar goed. Zo. Hoekjes afgerond. En nu de binnenkant natuurlijk nog. En daar wil ik eigenlijk gewoon simpel op gaan stempelen. En dat doe ik met deze Water Creations. En dan met die belletjes. Die vind ik gewoon te leuk. Pak ik even een acrylblok erbij. En ik heb zo'n mooi kistje met Distress Archival inkt. En dan vond ik eigenlijk zelf deze combinatie van geel en oranje heel erg leuk. Ja, hij doet het ook gewoon. Dus daarom ga ik ook nog eigenlijk geen andere aanschaffen. Maar mocht je zoiets willen, hij is er dus ook inderdaad van fase. En dan ga ik eigenlijk gewoon afdrukken zetten. En Archival inkt is een waterproof inkt. Dus wil je hem wassen, dan kan dat. Maar goed, aan de buitenkant heb ik natuurlijk al gewerkt nu met oxide. Maar ja.
het is ook niet mijn idee om intentie om dit te gaan wassen. Ja, precies, als die maar werkt. Zeker waar. Er zijn al genoeg andere leuke spullen die ik graag altijd wil. Dus daar kunnen we met die ponsen mooi besparen nog. Nou, en deze belletjes zijn gewoon echt te leuk. Een beetje wat lichtere. Vind ik de gele wel klaar. En deze inkjes komen als set. Dus ja, dit is een set. Dit is een set. En dit is een set. En dan gebruik ik een Archival Cleaner ervoor om ze schoon te maken. En dat Archival inkt best wel een heftige inkt is. En helemaal de kleur eraf krijgen, krijg je het toch niet. Maar als die maar schoon is. En dan gaan we met de oranje. De Spiced Marmalade. Deze Craftex kun je wassen. Als je dat wilt. Maar dat hangt er dus vanaf met wat voor producten je erop gaat. Ga je er met producten op die op waterbasis zijn, dan zal dat niet weerhouden als je het gaat wassen. Kijk, dit is toch super schattig met die belletjes zo. Ik hou er wel van. En het hoeft niet per se zo druk te zijn. Ik vind dit eigenlijk al wel best een leuke binnenkant zo. Je gaat er natuurlijk straks allemaal nog pagina's in maken. Dus je ziet er ook niet altijd wat van. Nou, dit vind ik eigenlijk wel genoeg. Even een beetje spulletje aan de kant leggen. Want ik heb er alweer een mooie bende van. En dan gaan we maar eens een elastiekje er doorheen doen. Zodat we echt het boekje kunnen gaan maken. En daar heb ik nog allerlei leuke ideetjes voor om te laten zien hoe je pagina's kunt maken. Die aan de kant. Dus zo wordt mijn boekje. En dan kun je er straks nog een leuke tekst of iets doorheen doen. Ik ga de elastiek doorheen doen. En ik heb eventjes mijn elastiek gepakt. Van dit soort zijn er drie kleurtjes. In, dit is bruin. Bruin, zwart en wit. En ik zit even na te denken wat ik leuk vind. Maar ik denk dat ik wit ga doen. En het elastisch koord gaat ervoor zorgen dat je wat makkelijker straks je pagina's erin kan doen. En hier zit, even kijken, 5 meter op. Ja, leuk zijn die zeepbellen, hè? Even kijken. Nu had ik een hele leuke tactiek bedacht hoe ik het wilde gaan doen. Ja, zo wilde ik het doen, denk ik. Die zo. En dan helemaal zo. Dan kan die er in het midden doorheen. Ja, het wordt een puzzel. Nou denk ik dat ik eigenlijk al veel te veel heb. En dan knip ik hier ook een stuk van af. Ik ben benieuwd. Nou, bedankt voor de aanmoediging, Petra. Jij kijkt lekker toe vanaf beneden. Even een slokje drinken erbij. Oké. Nou had ik deze zo, want dan kun je hier je pagina straks maar achtersteken.
En dan had ik deze ook door het midden bedacht. Want dan heb ik de buitenkant ook gelijk. En ik heb nu 3 gaatjes gedaan. Maar je kunt ook zeggen, joh, ik... Even prutsen met dit ding. Ik wil meer gaatjes erin. Dat ik meer pagina's... of meer stukjes kan maken. Zo. En dan ga ik hem dus niet aan dit stukje vastknopen. Want dan kan ik er natuurlijk geen pagina's meer door schuiven. Dus wat ik doe. Ik trek hem aan. En ik zag echt dat er wel een beetje spanning op staat. En dan ga ik prutsen om er een knoopje in te krijgen. Nee, dit is geen stoompeper. Dit is Craftex. Kijk, en dan blijft hij hier mooi vastzitten. Hij gaat er niet door dat gat heen. En dan kan ik dit een stukje korter knippen. En dan heb je mooi een elastiek erdoorheen. Je kunt nog zeggen, ik ga hier wat leuks aan hangen. Met bedeltjes, krimpfolie, wat jij maar wil. Want hier kun je natuurlijk makkelijk wat aan vastknopen. En dit wordt nu mijn ding om de bladzijden vast te houden. Bladzijden heb ik al gemaakt. Nou, en deze had ik dan liggen. En dat kun je dus op hetzelfde manier doen. Kom ik meteen even bij deze. Want dit is mijn vierkante Travelers Note. En de vraag was, kan het daarin? Ja, dat kan. Want je kan deze pocket dus op zo'n pagina plakken. Kijk, dit is de basispagina van de vierkante Travelers Note. Want deze vouw je nog om, die pocket. Dus je hebt nog meer mogelijke dingen om pockets op te maken. De vierkante pocket past er volgens mij ook op. Kijk, die past er ook op. En dan de basispagina. Die past er ook in. Die kan ik er ook zo inschuiven. Oeh, het verschil tussen Craftex en stoompeper. Jeanette, ben jij er nog? Weet jij het nog? Weet jij wat het verschil is? Dat durf ik niet per se te zeggen. Stoompeper weet ik ook dat je heel veel kan bewerken. Of Alice. Weet ook wel wat met stoompeper of iemand anders. Nou, dus die pockets en die pagina's passen dus ook in deze vierkante Travelers Note. Ja, geen dank, Crea Nancy. Daarvoor zijn we er ook om dingen te kunnen laten zien wat allemaal kan. Nou, oh ja, wat ik dus zei, hierin zitten dus meerdere elastieken. Dus je hebt, hier zitten 3 setjes in. 3 setjes om pagina's in te doen. Dus als je rekening houdt in jouw boekje om er meer een rug in te maken, zoals hier ook is, dan kun je daar natuurlijk nog meer pagina's doen. Ik ga het proberen, zegt Jeanette Blauw. Nou, top. Jeanette gaat even kijken. Ja, dat is ideaal dat dat past. En weet je, als dat in deze past... Dan past het ook in deze TN. Sowieso die... Kijk, die pockets passen daar sowieso. Even kijken waar ik pagina's in heb. Denk hierin. Kijk, hier past het ook op. Dus dat kan hier ook allemaal in die hogere TN's. En het past ook in de planners. Dus overal kun je het eigenlijk wel in doen. Dus, terug naar dit boekje. Ik heb allerlei pagina's al gevouwen en gedaan.
Ik heb daarvoor het Warren Wood papier gebruikt en de Soft Finish cardstock van Elizabeth Craft Design. Puur omdat ik heel graag dingen zelf op kleur breng en pruttetjes erop doen. Oh, top. Ik zie een antwoord van Jeanette. Stoompapier kan je gebruiken als stof. Je kan er diverse mediums op doen, zoals inkten en pasta's. Je kan het met naaimachine bewerken en het is wasbaar. Ligt eraan wat je erop doet natuurlijk. Ja, of het op waterbasis is, denk ik inderdaad. En Jeanette heeft daar laatst een etui van gemaakt. Dus stoompapier gebruik je eigenlijk als stof. En Craftex gebruik je eigenlijk als heel stevig papier. Als ik het goed zeg. En boekbinders linnen. Laten we eerst eens een basispagina erin doen. En bij die basispagina die ik heb gestand, zitten er van die flapjes aan. Wil je die flapjes nou niet? Dat kan. Wil je het gewoon lekker recht hebben en geen extra flapjes eraan? Dan pak je weer gewoon een snijmachine. En snij je die stukjes eraf. En dan heb je hem gewoon recht. En deze flapjes zou je altijd nog weer iets als bergjes of zo langs de kanten kunnen doen. Of waar je een leuke tekst op stempelt. Nou, die vouw ik dan ook eventjes dubbel. En dat is dan al één pagina die je in kan. Nou ja, die kun je heel leuk gaan plakken en alles. Ik wil eigenlijk nog heel veel laten zien. Oh, Craftex wordt gebruikt bij het maken van albums. Het is een papiersoort dat niet scheurt. En ook hier kun je diverse mediums op doen. Dit is wasbaar, maar het zal veel kreukeliger worden. Oké. Okay. Nou, dus dat is even het verschil tussen de stoompaper en de Craftex. Craftex is eigenlijk een papiersoort dat niet scheurt. En stoompaper is een soort stof, moet je daarmee vergelijken. Ja, ik heb al wat voorbereid. En het is echt te leuk. Ik heb het gisteren al geplaatst. Ik ben bezig gegaan met die icing texture paste. Hierop heb ik die flakes gedaan en hierop die beads. En dat wil ik eigenlijk ook gaan verwerken zometeen op een pagina. Dus dat ga ik bij deze denk ik al doen. Kijk, want deze past hier dan mooi zoveel op. Maar dan wil ik deze al wel een klein beetje gekleurd hebben. Dankjewel voor je snelle uitleg, Jeanette. ik heb een hele fijne waterbrush van Derwent. Er zitten hele brede punten aan. En dat is heel fijn voor het maken van achtergronden. Even een beetje water. Dus als ik dan eventjes... Ik heb ook van die nieuwe dye spray van de iZink. Die zijn super mooi. En dan moet ik even kijken welk kleurtje ik ga doen. Ik denk voor de achtergrond de gele. De sunflower. En dan doe ik eigenlijk gewoon een heel klein beetje op mijn sheet. En dan wou ik hem op de voorkant... Kwast een beetje nat. En dan ga ik gewoon met deze brush zo over mijn ondergrond. Dus ik spray niet, maar ik ga eigenlijk gewoon een beetje mee waterkolleren. En zo leuk, want je kunt je dus mee sprayen, ondergronden sprayen. Maar je kunt je dus ook gewoon lekker mee waterkolleren. Nog een beetje. Jeanette, heb je dit ook al geprobeerd, die iZink? Of nog niet? Jeanette heeft laatst namelijk ook wat meegenomen, zag ik. Gek hè, dat Jeanette dat meeneemt. Die zou bijna denken dat ze niks meer te doen had. Nou, en soms pak ik weer een beetje water erbij.
En ik moet ook niet te prutterig gaan doen met dit. Want dan blijf ik weer heel lang bezig. Dus zo heb je met die sprays ook een gewoon met waterkolor een ondergrondje gedaan. Spaar ze allemaal, Jeanette. De nieuwe IJsink. Te koop bij Hobby Vision. Spaar ze allemaal. Nee, het is echt geweldig. Ik vind die kleuren ook heel fel, heel mooi. Ik hou daar wel van. Nou, en daarop wou ik dus die mooie pocket hebben. Even een beetje water. Ja. Daar heb ik natuurlijk al mijn water bijna uitgegoten. En daar wou ik de pocket met de flakes op hebben. En daarbij ga ik een beetje druppelen met de honey. En wat ik dan doe, is het flesje helemaal opendraaien met die schroeftop. En ik ga het eerst nat maken. Beetje water en dat zet ik gewoon hier bovenaan langs de rand. Dan is dat al een beetje nat. En als ik dan nu met die dye ink hier gewoon een beetje op ga, dan loopt dat al meteen uit. Omdat daar al water zit. En het zal nog niet helemaal verder naar beneden lopen, want ik heb het daar nog niet nat gemaakt. Maar dat komt zo meteen. Kijk, en als je er echt dikke druppels zitten, die lopen toch al wel naar beneden. Dan tik je eens een keer dat het zo naar beneden loopt. En dan spray je er een beetje op. En wil je nog wat meer, dan ga je er gewoon nog een keer overheen. Hoe doe je die flake warmen? Ik heb hem maar gewoon aan de lucht laten drogen. Ik heb dit vanmiddag al erop aangebracht. Gewoon met een spatel. En dan gewoon aan de lucht laten drogen. En hoe laat heb ik dit gedaan? 4:30 denk ik of zo. En het was nu eigenlijk ook al wel goed droog. Nou, het loopt nog niet zoals ik wil. Vind je het nou niet genoeg, pak je gewoon even die kwast erbij. Pak je hier wat inkt op. En dan ga je gewoon een beetje zo overheen. En vind je het nou te veel water, dan veeg je de kwast dus een keer af. En dan pak je weer juist weer wat meer kleur op. Dat is toch echt een mooi kleurtje. Ik vind het echt geweldig. Even een keukenrol stukje of iets. Dan kan ik dat onderste er een beetje eraf teppen. En hij is nu best licht. Maar ik denk dat ik dat eigenlijk wel een keer prima vind. Want dan kan ik er straks nog weer van alles overheen doen. Een klein beetje. Dan kan dit namelijk zo even drogen. Kijk, je kunt dus heel gaaf die stukjes flakes dan erin zien. Nou, top om dat drogen. Een mat schoon. Heerlijk dat geklieden. Ja, heerlijk hè. Je moest me af mijn gisteren eens moeten zien. Ik zat helemaal onder met mijn handen. Nu valt het nog mee. Nou, kijk, deze is al bijna droog. Die laat ik ook mooi even drogen. Dan ga ik eerst wat even... wat met inkt op kleur brengen. Want ik heb hier een heleboel gestanst. Welke kleur is dit? De honey. Is dit. Die heb ik wel bij de producten van vandaag gelinkt. En de gelige was de sunflower. Wat vervelend nou dat ik morgen weer moet werken en dat ik weer meer kleurtjes zie. Ik had een superleuk idee. Ik wil eventjes wat zeewier en een zeester mag ook wel. Ik heb het niet zo georganiseerd nu liggen, hè. Hier zit alles, al die standjes in wat er bij de kit in zit. Kijk, een beetje zeewier. En een beetje
Nog een beetje zeewier. Eigenlijk wil ik nog een beetje zeewier. Als dat er nog is. Ja. Hoe heet dat bord waar je het verf opgooit? Een craft sheet. En dat is eigenlijk een craft sheet wat ik in stukken heb geknipt en op een stukje MDF heb geplakt. Even een beetje distress ink erbij. En dan ga ik het zeewier en dit groen eerst eens een beetje kleuren. En ik ga het eigenlijk gewoon een beetje groen doen, denk ik, voor deze keer. En ik breng nu eerst rustig wildernis aan. En dan ga ik daar zo meteen, want het is een dye ink, dus dat betekent dat hij een beetje transparant is. En je ziet wel dat dat witte wat eronder zit gewoon nog doorheen komt. Het is niet zo dekkend als dat er ook de stressoxide zijn. Maar dat zorgt er wel voor dat je er weer met een andere kleur nog overheen kunt gaan. Je moet natuurlijk niet zorgen dat het echt zo'n vieze modderige kleur wordt. Maar als je er gewoon met nog een groene inkt er weer overheen gaat, dan krijg je echt wel een heel leuk effect, vind ik zelf. De rustig wildernis. Toch een beetje peeled paint. Kijk, en nu heb je dus echt een beetje, zie je dat wittige er nog doorheen. Maar pak ik dus nu die peeled paint. Hé, niet weggaan. Dan krijgt hij nog weer een beetje meer kleur. En zo kun je ook met de inkten dus eigenlijk best wel spelen. Om te kijken wat voor kleuren je het wil hebben. Ik zie dat ik al echt heel lang al bezig ben. Maar ik heb nog zoveel ideeën. Ik wil je nog zo graag dingen laten zien met die kit. Maar goed, hij is nog tot zondag in de aanbieding. Dus, nou ja. Daar kan ik nog misschien wel een keer wat plaatsen in de groep. Even nadenken. Die aan de kant. Kijk, hier heb je dus nu mooie twee kleuren groene in zitten. Twee kleuren groen. Groen. Dat vind ik zelf wel erg leuk. En nou ga ik dat op een achtergrondje doen. En dan pak ik toch nog even mijn heatsie erbij. Voor over mijn achtergrond. Dat dep ik toch een beetje af. Anders kunnen we heel lang wachten voordat het droog is. Kijk, en dan vind ik het best wel licht. Maar als ik dan gewoon even een distress inkt erbij pak. En ik ga daarmee langs de randjes. Wordt dat ook al heel anders. En dan kun je hier dus die flakes, zitten hier dus allemaal van die stukjes op. Superleuk.
Nou, doe ik hier ook meteen even de randjes met diezelfde kleur. Maakt het toch altijd iets af als je weer iets langs de randjes doet. Hoeft niet per se, dat kan. En zo kun je dat boekje dus gaan opbouwen. Het is niet dat je... Nu heb ik het niet in één keer af. Want je gaat, kunt gewoon die pagina's elke keer opbouwen. En elke keer zeggen, oh, dan ga ik wat op die pagina plakken. En dan ga ik met die pagina aan de slag. En zo vul je eigenlijk je boekje gewoon langzamerhand. Net zoals dat je de Travelers Notes en zo. Dat je echt niet in één keer zo'n heel boekje vol hebt. Of je moet echt wel giga hard werken. Of zoveel foto's en alles hebben dat dat lukt. Zo. En dan hier nog op. Hoe ziet dat potje eruit? Met de flakes. Het is geen potje, het is een, ja, een knijpflesje. Dus er zit een draaidop op. En daar zit die vulling dan in. En die knijp je er eigenlijk uit. Net zoals zo'n, zo'n breker dingetje. Daar tape je eraf. En deze plak je dus eigenlijk als een pocket op. Zodat je er straks weer wat kan insteken. Vouw ik hem even voor het gemak dubbel. Dat ik hem er precies op kan plakken. Kijk, en zo heb je dus al meteen een leuke pocket op je pagina. Hij is nog een beetje... Ja, ik kan wat hoger werken, zeker. Beetje vochtig, maar hij moet nog een beetje drogen. Kijk, en nou dacht ik dus... Als je hier nou heel leuk zo zeewier op doet... En hier een stukje van dat takje... Knippen we gewoon een stukje af. Deze ga ik ook gewoon een beetje in stukjes knippen. Laten we maar gewoon meteen gaan plakken, anders ga ik weer veel te lang prutsen. Oh, voor degene die er af en toe moeten, nog een fijne avond. Tot een volgende keer. Ik zet hem toch even op nog één plekje erbij vast. En zo ga ik eigenlijk gewoon leuk dat zeewier opplakken hier aan de onderrand. En nou heb ik toch zo nog wat leuks. Echt iets heel leuks, vind ik. Kijk, en dan plak je gewoon een beetje links, rechts over elkaar heen. En als je hier gewoon dat puntje weer een beetje zo mooi wegknipt, kun je ook dit stukje zo nog weer gebruiken hier tussen. En hierachter nog een stukje. Nou, dan hebben we al een mooi zeewier bodempje. En dan had ik hier nog zo'n sterretje, zeester liggen. Ja, dat maakt het niet zo, zo strak. Je hebt het een beetje lossig over elkaar heen. En het zit nog een beetje lossig aan de bovenkant. Even kijken
een beetje oranje-achtig iets. Die. Voor mijn zeesterretje. Die kunnen we er al mooi op plakken zo. Nee, geen zeeschildpadje. Nee. Het is wel een diertje. Of diertjes. Maar het is geen, geen schildpad. Nou, deze zeester zit er alvast in. Zijn jullie er klaar voor? Voor mijn superleuk iets. Ik was helemaal vrolijk toen ik dit in de winkel zag. En het is deze visjes. Er is superleuk nieuw schutmateriaal. Met deze visjes. En die zijn toch leuk. Nee, ook geen zeepaardje. Het zijn visjes. Zeepaardje kan er overigens wel bij, want die zit wel bij de kit. Maar het zijn visjes. En ik ga eventjes het plakbandje nog losmaken. Nee, ik heb niks op de Distress Ink doos. Ik heb gewoon onderin passen deze van Tim Holtz zijn deze die rondjes. Die passen precies onderin in die doosjes. Oh, en dit is echt zo leuk. De mini visjes. En die gaan tussen mijn koraal zwemmen. Vanmiddag dacht ik in één keer, oh ja, ik heb die visjes nog. Nou, erg, heel blij je kan worden van een vis. Nou, dat dus. Belachelijk. Deze is ook nog een beetje flexibel, dus die kan ik nog een beetje zo zwemmen. Er zitten drie kleurtjes in. Roze, groen en... oranje, gelig, wittig. Ja, het zeepaardje is ook absoluut superleuk. Kijken dat hij niet op zijn kop zwemt, is ook zo zielig. En dan kan hij ook niet meer zwemmen als ze op zijn kop liggen, denk ik. Ja, ze zijn heel klein, maar voor zo'n projectje vind ik het wel weer leuk. Gewoon mini visjes. Maar je kunt ze ook echt heel leuk als schutmateriaal gebruiken. En de laatste. Dan is het wel weer goed met de visjes. Nou, voor nu laat ik deze even zo. Want ik wil eigenlijk nog heel graag één ding zien. Maar het is laten zien. Maar het is al bijna tijd. Mag ik nog één ding van jullie laten zien? Het is een klein dingetje hoor. Visjes mogen weer aan de kant. Nou, dit is alvast al één pagina. Voor in mijn... Ja, nou ja. Leuk dat je van zoiets vrolijk wordt. Ja, voor visjes. Als schutmateriaal. Koekoek. Dit is alvast één pagina. Nou, dit is toch al leuk als dit al een voorpagina is. Gewoon een leuk tekstje er nog bij. En dan heb je echt een... wel 10 dingen... Ja, ik kan zo doorgaan. Hou maar op. Ik heb nog heel veel ideeën. Nou, en weet je, in dit houtstructuur kun je er ook makkelijk zat tussen doen. Hè? Ik heb ook... kijk, dit is dan wel de pocket. Maar het is ook echt wel een beetje zeeachtig. Nou, deze had ik ook nog klaar liggen. Maar die ga ik nu niet meer doen. Maar hier zitten dus die beads op. Van die icing. Dus met die hele kleine glaskraaltjes. Ook superleuk. Maar... wat ik wilde laten zien is dit. Dit is zo'n basispagina. Die heb ik gestanst. En dan ga ik aan één kant het flapje eraf snijden. Appatee. Zo. Vouw ik hem netjes dubbel. En vouw ik dit flapje ook netjes dubbel.
ga ik hier eigenlijk een soort envelop flapboekje dingetje van maken. Een raadsel over... Oké, ik zie een raadsel. Even kijken. Even een raadsel. Er zwemmen 100 vissen in een vijver. En er verdrinken er 98. Hoeveel blijven er over? 100, denk ik. Leuke raadsel. Ik heb deze sidekickstands nog. En daarin zitten van die rondjes. Waarmee je een envelopje kan maken. Zoals hier. En die heb ik ook even gestanst. Zo. En die wou ik hier op gaan maken. Dus ik ga even mijn tape ergens vandaan pakken waar ik niet meer weet waar ik hem heb. Tape. Ik had hier echt net nog een rol tape liggen. Iets tape kwiet. Oh, hier. Koekoek. Ik doe aan... Ik wil even een dunnere tape. Ik doe hier aan de rand tape. En aan deze rand ook. Want ik wil er wel wat straks in kunnen steken. En aan de onderkant is die hier al dicht, want dat is je vouwlijn. Dus ik ga hier aan de zijkant, wil ik straks die tape op hebben. Nu ga ik even een beetje meten. Dan heb ik eigenlijk een prikpen nodig. Maar die heb ik natuurlijk niet gepakt. Hoe ga ik dit handig doen? Als ik hier nu al een beetje een afdrukje maak. Ik heb hier niet echt goed over nagedacht nog. Maar goed, ik heb hier nu alvast een afdrukje in gemaakt. Zo, die zit doorgeprikt. Nou kan ik hem uitmeten dat ik hem hier ook alvast heel licht indruk. En dan zit hij op precies dezelfde hoogte, maar dat moet niet. Nee, niet. Hij moet wat lager. Daar. Dus op dezelfde lijn, maar dan een stukje lager. Maak ik ook een gat. En dan pak ik even een bretje erbij. En ik laat nu alleen even het idee zien hoor. Dan maak ik hem niet helemaal af. Nou, laten we even voor het idee bruin doen. Dan heb je dus die rondjes. En dan doe je daar zo'n bretje doorheen. En die doe je hier aan de onderkant. Dus daarom moet je hem nog niet dicht plakken. Anders kun je dat niet meer doen. En dat doe je aan die bovenkant, doe je hem er ook doorheen. En dan kun je met een touwtje. Kun je hem dan zo vastmaken. Nou ja, en dat slinger je dan in zo'n achtje eromheen. En als je dat dan weer op zo'n basispagina stand plakt, dan heb je dus een zakje hierop en die kun je weer zo in je boekje stoppen. Dus dan heb je een leuk zakje over zo in je boekje. Dat wilde ik eigenlijk nog heel graag laten zien. Dan denk ik dat ik alles heb laten zien wat ik wil laten zien. Dit is dus een boekje wat gewoon tijd nodig heeft. Wat je langzaamaan gaat vullen. Dus met leuke pagina's. Met leuke pockets en dingetjes. Standjes. Nou ja. En zo kun je dus met Craftex een heel leuk boekje maken. Je kunt nog zeggen ik wil er nog een hele elastiek helemaal omheen. Maar ik hou het van u zo. Tot van zondag is dus het pakket in de aanbieding voor €29,95, de Summer Kit. Dus wil je hem heel graag. Hij is nu echt gewoon €10 goedkoper. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het meekijken. Ik lees straks even jullie reacties nog weer
terug. En nou, dan zien we elkaar vast wel weer een keer terug. Fijne avond allemaal. Doeg!